absoluut toekomst voor een partij als het CDA. Wanneer we inzetten op de samenleving en niet het individu, dan zie ik toekomst voor een confessionele partij als het CDA. Goedendag, welkom. Goedemiddag. Kom verder. Hoi. Ik ben Julius Terpstra, ik ben 24 jaar en ik ben student geschiedenis hier in de prachtige stad Leiden. En sinds afgelopen mei ben ik landelijk voorzitter geworden van de jongerenclub van het CDA, het CDJA. Bij mij is het niet zo dat de politiek bijvoorbeeld volop aan de eettafel werd besproken. Wel had ik van jongs af aan interesse in de politiek. Het vragenuurtje op de dinsdag vond ik altijd als kind al interessant om naar te kijken. Niet per se op de inhoud, maar wel gewoon over hoe men met elkaar in debat ging. Dat vond ik ontzettend interessant. Naarmate je ouder wordt en zeker aan het begin van mijn studententijd ben ik me ook gaan verdiepen in de politiek. En heb ik verschillende grondslagen van politieke partijen erbij gepakt en gekeken van joh, bij welke politieke partij voel ik me nou het meest thuis. En toen kwam ik al vrij snel uit bij het CDA. Welkom. Ga lekker zitten. Heb je koffie? Wat mij ontzettend aansprak in het CDA is dat het een partij is voor de mensen. En de mens centraal zet en niet kijkt naar puur het individu aan de ene kant alleen. Maar aan de andere kant ook niet direct bij een probleem zich richt tot de staat, maar echt kijkt in hoeverre kunnen mensen zaken oplossen met elkaar en in sociale verbanden. Kijk eerst eens bij je familie of kijk eerst eens bij je buurt. En dat vond ik als uitgangspunt. Hè, en dat geeft geen oplossing voor ontzettend veel acute politieke problemen. Maar ik vind wel, politiek moet je starten vanuit een ideologie. En dit vond ik een goed uitgangspunt. Geloof inspireert mij zeker wel in mijn politiek, in mijn handelen binnen de politiek, maar dat geldt voor mij persoonlijk. Ik vind wel heel belangrijk dat we de Bijbel niet gaan gebruiken als een soort politiek programma. Maar als ik kijk, liefde voor je naaste, dat is iets wat heel erg vanuit de Bijbel komt, dat kan ik heel erg duidelijk doorvertalen in bijvoorbeeld een actie waar wij als CDA nu bezig zijn met de voedselbank, het solidair zijn. Met elkaar hier in Nederland, dat is ontzettend belangrijk. Maar dat is een inspiratiebron die ik daaruit haal en dat vind ik heel belangrijk. Tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat iemand anders, een moslim, een agnost, weet ik, noem alles maar op, tegelijkertijd zich misschien ook kan vinden in die actie van bijvoorbeeld de voedselbank. Nou, van huis uit kom ik uit een vrij beschermd milieu en prima, ik heb het goed gehad en als ik interesse had in andere zaken buiten het normale, zou ik maar zeggen, voor mij toen de tijd, werd dat altijd geaccepteerd en kon ik ook mijn gang gaan. Maar na mijn middelbare school en het feit dat ik toen, ik ben een jaar naar Engeland geweest en ik ga studeren, dan kom je natuurlijk met ontzettend veel anders denkende mensen in aanraking. En ik zie daar geen angst in, laat ik het zo zeggen. Dat is juist het uitwisselen van ideeën, hè? En we kunnen veel van elkaar leren en daar kunnen we met elkaar stappen voorwaarts zetten. En dat is iets wat je niet angstig moet vinden, maar juist moet koesteren. Wat specifiek komt uit het evangelie is denk ik het mensbeeld. Ik denk dat conservatieven ook ontzettend belangrijk vinden dat we bepaalde waarden en normen en tradities handhaven. Daarin vinden wij elkaar. Maar ik denk dat wanneer je gaat kijken naar het mensbeeld, de mens komt het best tot zijn recht in relatie tot de ander. En de mens die een gelijkwaardig niveau heeft, is denk ik specifiek iets wat uit het evangelie komt, wat hoog staat bij het CDA, waar we trots op zijn, wat we koesteren, waarin we echt onderscheidend zijn ten opzichte van de rest. Ik ben nou voorzitter van de jongerenclub. Ik ben nog jong en naïef en ik vind alles hartstikke mooi. En het is ook belangrijk dat jongeren betrokken worden bij de politiek. Daar ben ik nu volop mee bezig. En ik samen met mijn bestuur en met al die CDA'ers, dat is ontzettend belangrijk. Ik vind wel dat als je volksvertegenwoordiger wordt, dat je dan ook ervaring moet hebben uit een bepaalde sector. Ik heb persoonlijk altijd ontzettend veel respect voor mensen die bijvoorbeeld 25 jaar voor de klas hebben gestaan. En dan de kamer ingaan om zich hard te maken voor beter onderwijs. Want die mensen stralen wel ervaring uit en die weten waar ze over praten. Dus ik vind wellicht in de toekomst, maar als je het hebt over persoonlijke ambitie, laat ik eerst maar eens even gewoon aan het werk gaan. En dan kan ik daarna wel eens zien wat de politiek
me eventueel zal brengen.